Hoi, ik ben Jurgen en de afgelopen tijd heb ik de Samsung Galaxy S24 Ultra getest. En in deze video ga ik je daar alles over vertellen. In eerste opzicht denk je misschien, die lijkt wel erg veel op zijn voorganger. Er is dus niet zoveel aan veranderd. Dat is zeker niet waar. Er is wel zeker wat veranderd en ook zeker wat verbeterd. Sterker nog, ik denk dat de S24 Ultra voor de Android telefoon en als je natuurlijk het budget ervoor hebt, misschien wel de beste telefoon is die je kan halen, omdat het gewoon zo'n enorm compleet pakket is. Ik noemde het net al eventjes, maar ja, de Samsung Galaxy S24 Ultra lijkt qua design wel erg veel op zijn voorganger. Daardoor is hij dus duidelijk te herkennen als een Samsung telefoon. Zeker als je naar die achterkant kijkt, camera's op dezelfde plek, mat afgewerkt, wel andere kleurtjes, dat dan weer wel. Maar voor de rest zijn er ook zeker wat dingen veranderd, ook bij het design, de materialen bijvoorbeeld. De rand, het frame van de telefoon is nu gemaakt uit titanium, dus dat is een wat sterker materiaal. En als we naar de voorkant van de telefoon kijken, dan is daar zeker wat veranderd. We hebben nog steeds een 6,8 inch display, wat er natuurlijk hartstikke mooi uitziet, met nog steeds 120 Hz refresh rate, dus hoger. Daardoor voelt alles lekker snel en soepel aan op je scherm. En het is ook aanpasbaar, wat dan weer heel erg goed is voor je batterij. Nou, buiten dat het scherm gewoon hartstikke prachtig is, zoals we verwachten van Samsung, is daar ook echt iets aan veranderd. Het scherm is nu namelijk helemaal plat, terwijl dat de afgelopen jaren eigenlijk altijd nog steeds een beetje over de rand doorliep. Nu is het dus helemaal plat. Ik vind dat persoonlijk eigenlijk wel heel fijn. Het scherm ziet er dus hartstikke goed uit. Prachtig scherm zoals we van Samsung gewend zijn. De bezels zijn ook wat dunner geworden. En daarnaast kan ook nog eens de helderheid van het scherm een stukje hoger. Vooral buiten is dat fijn. 2600 nits. Dus je kan ook altijd buiten gewoon het scherm hartstikke goed zien. Ook de vingerafdrukscanner zit nog steeds in het scherm verwerkt. En die werkt ook nog steeds hartstikke snel. Dan zijn we aangekomen bij de camera's. En daar vind je zeker een hele complete setup. We hebben een 200 megapixel hoofdcamera, we hebben een 12 megapixel ultrawide, een 10 megapixel 3x zoom telelens en een 50 megapixel 5x zoom telelens. En aan de voorkant dan nog een 12 megapixel selfiecamera. Nou, ik hoef het je waarschijnlijk niet meer te vertellen na al die nummers, maar dat betekent gewoon een hele uitgebreide camera setup. En dat betekent zeker dat je hartstikke goede foto's kunt maken, wat we eigenlijk ook wel een beetje verwachten de afgelopen jaren. De hoofdcamera natuurlijk voor de beste kwaliteit, 200 megapixels, betekent gewoon dat je veel details kan vastleggen. Ook met wat minder licht heb je nog steeds gewoon hartstikke goede resultaten. Die ultrawide voor als je echt alles in beeld wilt brengen. En dan die zoomlenzen heb je dus heel veel opties. De 3x zoom voor als je niet te ver weg wilt, misschien voor een portret of zo. En die 5x zoom zorgt er dus voor dat je nog een stukje verder kan. En dan hoor ik je misschien al hardop denken, maar vorig jaar was het dus 10x, dat is toch beter? Ja, op papier wel, maar in de praktijk niet, want we hebben nu 50 megapixels gekregen. Dat betekent dus dat er meer details kunnen worden vastgelegd. Op een 5x heb je sowieso een betere foto, want vorig jaar bestond dat niet. Moest je dus digitaal bezig zijn, verlies je altijd kwaliteit. En voor 10x pakt hij die middelste pixels van die grote 50 megapixels, waardoor hij nog steeds een hele hogere kwaliteit foto kan maken. Sterker nog, hij haalt zelfs een beter resultaat dan die 10x van vorig jaar kon. Dus eigenlijk ben je erop vooruit gegaan en heb je nog meer opties om toffe foto's te maken. En dan hetgene dat echt nieuw is dit jaar, het grote nieuws, de Galaxy AI. En dat zijn een aantal slimme dingen die je telefoon kan om je leven gewoon nog een stukje makkelijker te maken. En misschien denk je dan, ja dat is leuk, al die trucjes, maar daar heb je niet zoveel aan. Maar ik denk dat het zeker wel handige dingen zijn die je zeker vaker gaat gebruiken en niet alleen de eerste keer als je telefoon net nieuw is. Zo heb je bijvoorbeeld Photo Assist, als we het toch net over de camera's hadden. En dat zorgt ervoor bijvoorbeeld als je een foto hebt gemaakt die niet helemaal recht was. Normaal moest je dan misschien kroppen om een mooi resultaat te krijgen. Verlies je dus een deel van de foto. Dat hoeft nu niet meer. Je kan gewoon je foto recht zetten en dan de missende delen vult hij zelf aan met de AI. En dat werkt eigenlijk hartstikke goed. Want zaak zijn dat de randen van je foto zijn wat minder belangrijk. Dus daar valt het ook wat minder op als er dan kunstmatig wat is aangevuld. Maar ook voor het maken van foto's, bijvoorbeeld door een raam waar je reflecties ziet, of gewoon van dingen die reflecteren, kan de AI je helpen door die reflecties weer weg te halen, zodat je een beter resultaat hebt. Ook bij je notities of alles wat je schrijft,
kan de AI je helpen. Niet alleen natuurlijk voor spelling en grammaticacontrole, maar ook door bijvoorbeeld de toon van je bericht aan te passen. Dus je schrijft gewoon op wat jij in je hoofd hebt en dan kan je hem daarna door de AI laten aanpassen door bijvoorbeeld juist informeler te maken of juist netter te maken of misschien meteen geschikt voor social media. Je hebt gewoon een aantal verschillende smaakjes waar je uit kan kiezen en dat bespaart je misschien wel een hele hoop tijd in plaats van dat je het zelf zo moet gaan proberen te formuleren. En dan hebben we misschien wel de handigste en dat is de Circle to Search in samenwerking met Google. Nou, de naam zegt het eigenlijk al. Wat doe je? Je houdt je home-knop ingedrukt of de gebarenbalk aan de onderkant en dan teken je gewoon een cirkeltje om hetgene dat je wilt zoeken. Dat kan je op een foto doen. Ja, dat lijkt heel erg veel op Google Lens, wat al een ding was, maar dit gaat dan net een stukje sneller. Of gewoon op alles wat jij op je scherm ziet. Dus als je aan het scrollen bent, op internet of waar dan ook, en je ziet iets wat je wil weten, cirkeltje eromheen. Hij zoekt het op, hele snelle resultaten en ook hele goede resultaten. Dus ik denk dat dit echt een hele handige feature is die je waarschijnlijk gewoon altijd wel kan gebruiken. Het is natuurlijk de S24 Ultra. Dat betekent ultra veel features en hij heeft daarom ook nog steeds gewoon de S Pen. Een van de weinige telefoons natuurlijk waar je een pennetje bij kan gebruiken en zeker waar die er ook nog eens zelf in zit zodat je hem altijd bij de hand hebt. Ideaal voor liefhebbers, want hier kan je natuurlijk heel erg makkelijk en heel goed je notities mee maken, boodschappenlijstjes maken en ook eventueel mee tekenen. Zeker als je misschien wat creatiever bent dan ik hier geprobeerd heb. Maar ook voor als we snel iets aanvinken of highlights maken, is dit natuurlijk hartstikke fijn. Een hoop van de prestaties of van de dingen die deze telefoon kan, zijn natuurlijk afhankelijk van alles wat er in de telefoon zit. Zo draait hij bijvoorbeeld op de Snapdragon 8 generatie 3 processor, heeft hij 12 GB RAM, heb je 256, 512 GB of zelfs 1 TB opslag en een batterij van 5000 mAh. Dat maakt hem gewoon een hele complete telefoon, een hele krachtige, snelle telefoon, fijn in gebruik en kan je eigenlijk alles erop doen wat je maar wilt, lekker gamen, hij heeft er allemaal geen probleem mee. Ook de batterij die doet het hartstikke goed, ik had eigenlijk nooit een probleem bij normaal gebruik. En ja, dat is redelijk persoonlijk. Maar eigenlijk nooit een probleem om makkelijk de dag door te komen. Zelfs bij wat intensiever gebruik ging die batterij eigenlijk gewoon lang genoeg mee. Sterker nog, als je een beetje voorzichtig doet met de batterij, dan lukte het mij zelfs om soms gewoon 2 dagen vol te houden. En dat is natuurlijk helemaal fijn meegenomen. En dat is hem dan. De Samsung Galaxy S24 Ultra. Dus gewoon een hartstikke complete telefoon waar je eigenlijk bijna nergens op hoeft in te leveren. Dus als je het geld ervoor hebt, is het echt een hartstikke goede keuze. Een hartstikke mooi scherm, een heel fijn mooi design en een hartstikke goede batterij waar je gewoon makkelijk de dag mee doorkomt. Sterke, krachtige telefoon ook, dus je kunt er lekker op gamen of alles doen wat je maar wilt. En dan nog al die slimme trucjes van de Galaxy AI en gewoon een hele goede, maar ook hele uitgebreide camera setup. En dan ook nog eens 7 jaar lang beveiligingsupdates en 7 versies van Android. Wat betekent dat je dus eigenlijk nog jarenlang kan genieten van deze telefoon. En ook al ben je zelf van plan om over 2-3 jaar misschien weer weg te doen, dan is de kans dus groot dat hij zijn waarde beter behoudt, omdat hij zo lang nog van die updates gaat ontvangen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal, zodat je nooit iets mist van de video's die we uploaden. En dan zie ik jullie hopelijk weer in de volgende. Doei!